Nou, leuk. Ik had nog zo'n leuk waterpistool. Nee, ik wil niks. Foutje, hier zijn we. We hebben honger. Joehoe, honger. Ja, maar jullie hebben altijd honger. Goedemorgen allemaal. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ik ben echt helemaal nat geregend. Ik was heel eventjes in de tuin. Ik wou even de bramentakken plukken van mijn eigen bramenstruik. En wat klimop. Maar die takken die hingen allemaal door elkaar. En takken van de buren die begonnen helemaal te slingeren om die bramenplant heen. Dus om hem even de ruimte te geven, dacht ik, dan moet ik eventjes wat takken wegknippen. Het gaat altijd zo, hè? Ben ik ergens mee bezig. Ben ik gewoon met de wandelende takkenbakken bezig. Maar als ik met die wandelende takkenbakken bezig. Dat blijft leuk klinken. Dan ga ik naar buiten om takken te plukken. Vervolgens sta ik een halve ochtend in de tuin. Nou, toen kreeg ik een plantenbui over me heen. Dus ik was echt gewoon drijfnat. Dat was niet erg grappig. Dus ik heb even gauw wat aangetrokken daarnet. En ik ga zo meteen even douchen en opfrissen en aankleden. En dan ga ik zo meteen weer even wat leuks doen. Voor nu, ik ga eerst eventjes de puinhoop opruimen in huis. Nou ja, boven ben ik verder al aardig klaar. De woonkamer is weer netjes. En de keuken ben ik nu aan het doen. De was ben ik er tussentijd aan het ophangen, want ik liep nogal achter. Als je dus gewoon bezig bent met editen en met video's maken en met dagjes weg om video's te maken ook, dan gaat daar zoveel tijd in zitten. En ik heb ook uren op internet gezeten, op Instagram, op Twitter, foto's plaatsen, reageren op andermans video's kijken, op de hoogte blijven van alle nieuwtjes. Ik vind het gewoon belangrijk om te doen. Maar dat gaat dan wel even ten koste van mijn huishouden. Dus dat blijft allemaal liggen. En omdat het nu vakantie is, met het prachtige weer in Nederland, ben je gewoon een stukje ritme kwijt. Hè? Normaal gesproken sta je gewoon 6:30, 7:00 op en ja, je gaat aan de slag. Ik maak er dan sowieso gewoon nachtwerk van. Dus ik s'nachts nog te editen en zo. En aan 's morgens dan is het moeilijk om eruit te komen. Dus zeg maar 10:00, 11:00 of zo kom je er een keer uit. En als je net eventjes zo bezig bent, is het zo weer middag. Maar ik heb dus al een paar keer gehad dat dan bijvoorbeeld mijn dochter of iemand anders op de stoep staat. Die wil dan gezellig koffie komen drinken en ik loop nog in mijn pyjama. Dat is een beetje nadeel van de vakantie. Maar goed, genoeg geklaagd. Ik ga even aan de slag. Ik moet de keuken opruimen. Als ik dat heb gedaan, dan even douchen en aankleden en zo. En dan kom ik weer bij jullie terug. Dus, ik zie jullie later. Gauw aan het werk nu. Kijk eens, wij krijgen thee. Ik vind dat wil ik toch wel even laten zien. Maar hoe werkt dat dan? Want dat doe je dan. Dat is dan gewoon thee en die doe je dan in zo'n met een lepeltje hier ergens in, denk ik. Ja, oké. Okay. Nou leuk. Proost. Ik ga voor de groene thee met jasmijn. Deze ruikt wel heel erg lekker. Ik weet ook niet precies hoeveel staat dat erop. Dan gooi je dat gewoon hierin. Hoeveel heb jij erin gedaan? 2. Oké. Okay. Nou, ik heb er 3 in gedaan. En dan zit het in het netje. En dan heb ik begrepen net van Kim dat je dit dan eerst zet op tafel straks. En dan kan je daar je netje in zetten. Anders kun je niet drinken natuurlijk. Dus ik moet het ding. Ik denk dat je het zo even moet laten trekken. 3 minuten staat er op dat doosje. En dan krijgt ze van hele kleine chocolate chip koekjes bij. Nou, schattig. 3 minuten zijn er wel voorbij. Nu heb je alleen een nat dingetje. Ziet het er zo uit. Nou. Roeren even een beetje. En dan is de thee klaar. Wat leuk. Ik ga even een toverstaf kopen. Ik alles toveren wat ik wil. Wat had jij nou net? Die lijkt me vrij moeilijk. Oh ja, die had ik vroeger ook. Ja. Schoolagenda. Kijk maar op. Dat is een huisdierenagenda. Dus als je nog een leuke agenda zoekt, als je nog naar school gaat. Of niet naar school gaat, gewoon leuk vindt. Dat is zo'n, ik weet niet of ik het zie in beeld, maar
Dat is zo'n diepte ding. Heel mooi. Kijk eens, zo mooi. Ja, 3D taart. Ja, dat is een 3D. Kijk eens, heel. Kijk jongens, deze die wil ik heel graag. Ja, of je koopt gewoon van die groene. Dat is best wel leuk. Ik wil deze in het donkerblauw. Ja, die hebben ze natuurlijk niet in het donkerblauw. Maar het kost ook 115 euro. Oh, valt er meer. Ja, dit is handig. Ja. Dit is gewoon een executieverkoopwinkel met allemaal bakken met allemaal spullen. Kijk, kattenspeelgoed. Als je een grote hond hebt, het is echt zwaar dit ding. Leuke poepzakjes en alle leuke troontjes. Dat is ook zo leuk, zo'n Chinees speelde ding. Nostalgie. Dat is vroeger ook al. Knutsel, ijskastjes. Ze hebben zelfs voor honden ook aan. Oké. Okay. Piept dat ding op? Ja. Ja, en die? Die is leuk. Ja. Hondenspeelgoed. IJsjes voor de hond. Ook leuk. Kijk. Ja. Ah. Natuurslak. Een slak. Kijk, dat wat leuk. Die vind ik echt leuk, het dan. Ding om te schilderen. Ja. Ja. Heb je. Ja. Dat vlieg met. Best cru eigenlijk. Hier heb je een douche. Wat? Wat een meloen. Je hebt een meloenpotje, meneer. Smileypotje, meneer. Ja. Wat is dit dan? Lasers op je vinger voor een gekke lasershow. Oké. Bureaubordje. Bode toegang. Met een gelpen met geur. Ook nog met geur. Dat wil toch ieder. Dat wil ieder meisje. Oh, dit is ook leuk. Kijk dan. Maar zo'n lang potlood, weet je, die in delen. Nou, het is in ieder geval heel erg groot. Ik ga er altijd aan ruiken, heb jij dat ook? Ga je er niet ruiken? Hoeveel Eline? Ik ga er dan niet aan ruiken. Nee. Ik had weer dat de geur. Geurgummetjes, hè. Find the dinosaur. Hier heb je de dinosaur egg. Don't look back, you're not going that way. Dat is wel een goede tekst. Ja, als je doet zoiets op je hoofd. Kijk, ze hebben hier waaiers voor €1,90. Smartphone gum en partybril. Kim. Of die? Wat heb je? Kun je een briefje insturen. Oh ja. Donut onderzetters. Er ligt hier achter ook nog van alles, hè? Ja. Ik geef een rondje. TV uit. Jij zept. Ik zept. Jij kiest een film. Ik haal de hele dag koffie. Jij haalt koffie. We slaan over. Wat is deze? Dit is voor drank, een taxi en dit is ook mijn drankje. Superleuk. Ik heb zo'n leuk waterpistool of een tandenborstel. Zweepje. Zweepje, ja. Aan alles is gedacht.
Dan moet je er ook, moet je er natuurlijk ook eerst bij drinken. Ik hoop je gaat vallen. Hallo. Het is een beetje donker. Ik vond het een leuke dag. Het was gelukkig mooi weer. Ja, ik vond het leuk. Het was even gezellig. Ik vond de thee ook heel erg bijzonder. Ik had het nog nooit gehad op deze manier thee. En een paar leuke winkeltjes gezien. Ook dingetjes waar ik nog nooit binnen was geweest. Die rituals, ik ben nog nooit binnen geweest. Het is ook wel bijzonder om dat te zien. Die geuren die vielen me mee. Het is niet zo dat ik dan met hoofdpijn die winkel uitkwam. Nou ja, ik heb in ieder geval weer leuke ideeën opgedaan. Even leuke dingen gezien. Ik was er eventjes uit. Dat is ook altijd even leuk. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Vergeet niet de blauwe duimpje. Vergeet niet te liken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En ik zie jullie graag weer terug bij een volgende video. Tot de volgende keer.